Hallo mensen van Pro Games HD, daar zijn we weer met een nieuwe server tour. Nou, welkom in het nieuwe gebied van de server. Dit is een gebied wat jullie nog niet gezien hebben en wat ik nu aan jullie ga laten zien. Nou, hier is een leuk gezichtje nagemaakt. Gewoon leuk in de lucht. Nou, ik vind het heel mooi gedaan en ook zo heel gaaf gedaan dit ook. Ik kan zelf een beetje even inzoomen. Zie je? We hebben Optifine. Dus ik een beetje inzoomen hoe het eruit ziet. Zie je? Zo ziet het eruit dan. Zie je? Nou, de shop. Gaan we van afstand even inzoomen. De shop. Shop. Zie je? Hier kan ik het beter goed zien. Zo. Nou, dat wordt de shop als we de plugin hebben ingesteld. Hier, shop. Moet nog aangewerkt worden. Helemaal nog inrichten met leuke dingetjes. Moet allemaal nog chesten neerzetten. En met zo'n bordje. Als je op een bordje tikt dat je iets kan kopen. Dat je automatisch je hand krijgt. En moet ook een speciaal plugin hebben. Zeker niet met money of zo. Al met geld dingetjes allemaal. Daar gaan we allemaal instellen. Hier staat een leuke fontein. Hier in het midden. Heel leuk gemaakt ook dit. Even kijken. Oh ja, hier staat een laptop. Dus dit hebben jullie dus al gezien. Ga ik even hier omheen. Ga ik dit ook nog even aan jullie laten zien. Even kijken, hier is een icon naar binnen. Wat is het precies? Oh, het is gewoon een klein huisje of zo. Ja, een klein huisje. En dit is gewoon een klein... dit is een waterval die naar beneden gaat hier. Nou, dan gaan we nog even kijken naar dit huisje. Even kijken dan. Zo, druk hier op de knop de bel. Alleen hij is gelakkerd. Oh, even kijken, kan je op klikken. Dat zou die automatisch open moeten gaan. Even wachten. Ja, nu is hij open. Gaan we even de bordjes kijken. Even kijken wat staat er. Hier een pas heel le om naar binnen te kunnen. Even kijken. Die deur kan niet open krijgen. Weet je wat doen? We breken even het raam gewoon even. Dan kunnen wij er gewoon even in. Stroom. Zo. Deurfabriek. Dan gaat de deur open. Weet je wat? Ik laat even zo. Zo. Dan kan ik er nog door. Dan kan je zelfs nog een raampje erbij doen. Nee, laat maar zo. Dan kan ik erin. Zie je, als ik nou hier even in kan. Kijk, is er dan een knop? Wat die deur... Oh ja, die deur heeft een knop. Deze omhoog. Druk hierop om de deur te openen. Zo, deze deur staat nu ook open. Even kijken. Wat hebben we hier allemaal? Redstone systeem. Werkt dat redstone systeem nog? Dat kan je denk ik vanaf afstand aanzetten ook. Die deur moet niet dicht. Zo, nu het redstone even aangezet. Maar nu zoek ik nog een systeem die dat aan kan zetten. Zo, dan moet die misschien naar beneden kijken. Oh, nu is die deur dicht. Dus met die knop gaat de deur dicht. Dan moet die deur open hebben, daarom. Even kijken of het redstone systeem aan de praat kunnen krijgen. Anders laten we dat voor de volgende keer. Gaan we de volgende keer nog eens proberen. Even kijken. Hier zit iets half in de lucht. Even kijken of alles nog goed is. Dit is dan iets. Dit is ook weer zo'n systeem. Maar weet je wat, we laten dit wel. We gaan gewoon hier weg. Nee, je moet niet die kant weg, maar dan moet ik naar de andere kant. Gewoon hoe je binnengekomen bent, ga ik ook weer uit. Zo, zet ik alles uit. Zo. En deur dicht.
die zet ik omhoog. Laat maar gewoon. Als het goed. Nou, ik breek hem er even uit, die deur. Anders kom ik er niet uit. Ga ik even de deur zoeken. Zo. En wat hebben we hier precies? Een soort trein. Maar allemaal verschillende. Naar fabriek gaat die. Naar tweede huis. Naar huis Roel. Oké. Okay. Ik zet even gewoon een karretje neer. Mijn kar heet het. Dan doe ik het eerste naar de fabriek toe. Druk op die knop. Zo. Dan gaan we nu naar de fabriek toe. Zo, lekker met het karretje naar de fabriek. En dat gaat niet, dus hij rijdt gewoon weer terug. En we moeten weer het hele truc lopen ernaartoe. Als het goed is, is het dus een hele grote systeem waar we overal naartoe kunnen. Nou, dan ga ik op deze, op dit spoor. Druk op de knop. We zijn naar huis Roel. Oh, dit spoor is ook nog eens niet goed aangelegd. Dus dan moeten we maar hierop. Als het goed is, dit naar huis Roel. Als het goed is. Dan moeten we op dit spoor dan. Druk op de knop. Oh ja, dit gaat ergens anders naartoe. Hij rijdt de lava in. Dat is een mooi goed systeem gemaakt. Hoe kom je weer terug waar we uitgekomen zijn? Oh, het is dus hier. Ik kan altijd slash back doen, hè. Als het goed is wel. En dan doen we gewoon even zo warp. Als het goed is, heb ik die warp nog ingesteld. Zo, hier zijn we terug. Nou, dat heeft niet geholpen. Hoe we bouwen eigenlijk. Nou, we kunnen nog één spoor proberen. Dit spoor. Zo, waar gaat dit heen? Dat wil ik wel eens weten waar dit heen. Waar dit precies heen gaat. Wel dan. Hey, we komen ergens uit waar we nog niet geweest zijn. Daar zou ik niet heen gaan met. Even slash back weer. Zo. En dan zijn we weer terug hier. Dan gaan we dit laten zien. Wat is dit precies eigenlijk? Een soort waar ik kan minen ofzo. Is het eigenlijk. Ja. En dan met water. Het ziet er gaaf uit. Het is mooi gedaan dit. En kijk, dit hebben we al laten zien. Dit hebben we al laten zien. We gaan nu die grote toren in. Even doorbreken dat ik erin kan. Zo. En wat... Oh, het is een hele grote toren. Maar ik kan voor de rest niet veel, want je kan niet hoger. Alleen het is een beetje... Voor niks dan een beetje hoog. Nou, gewoon maak het uit. Nou, we gaan nu hier naar kijken. Naar dit huis. Kan je hier naar binnen? Ergens? Als de ingang hier zitten. Ja, de ingang zit hier. Zie ik voor niks aan de andere kant te kijken. Hier naar boven. Met de trap. Allemaal chesten. Wat zitten allemaal in die chesten? Bloks. Zit erin. Vod. Belangrijk. Random. Wat zit erin? En hier zit gewoon niks in. Gewoon leeg. Er zit wel wat in. Gewoon dan. Nou, dit was het van wat ik heb laten zien. Dan ga ik jullie nog iets laten zien. Dan moet ik even naar slash spam.
naartoe. Het is niet zo ver van hier vandaan. Zo, dan loop ik gewoon even hier door naar die kant toe. Zo. En even kijken welke kant ik ook weer was. Het was die kant voor ik eerst toe. Ik moet eerst naar de oude span toe lopen. Helemaal. Dus even naar die kant helemaal. Moet ik dus. Hier, we hebben ook faction. Dus je hier ook gelijk de faction praten. Als ik zeg omdat ik een tekst daar aangepast heb. Speciaal aan de faction. Het onweer, dan ga ik even de regen uitzetten, want ik vind het erg irritant als het regent tijdens de servertour. Nou, dit is het kasteel van mij. Die is ook weer een beetje aangepast in jullie. Dit heeft Daan gemaakt. Zie je Daantje? Zie je? Leuk hè mensen? We gaan verder. Even kijken, we gaan nu naar zijn huis kijken. Of waar we mee bezig zijn, met het dorp. Zijn we bezig. Even kijken. Oh ja, hier kan ik helaas niet in, want dit zijn faction geclaimd. Dus ik laat het wel van de buitenkant zien. Oh, in zijn huis. Huis van Daantje. 321. Admin. Dit is zijn huis, maar we laten het even via de buitenkant zien. Want we kunnen er niet in. Omdat het geclaimd staat met een faction. Ik heb geen zin om zijn faction te joinen. Zie dit zijn huis hier, ik kan een beetje zien van de buitenkant, zie daar is die knop en dan zo. Zie je, weet je. Zie je. En dit is dan mijn huis die ik hier heb gebouwd. Nou. Nog even een torch neerzetten. Zo. Beetje donker hier in dit huis. Dus. Hier. Oh, dat is ook geclaimd nou ineens. Oké, laat maar, is niet zo erg. Nou mensen. Ik laat nog even dit stuk zien. En even dit kleine huisje. En dit is ook geclaimd, dus je kunt niet veel. Maar gelukkig staat de deur open, dus hier kunnen we in. Nou mensen, ik hoop dat jullie het een beetje een leuke servertour vinden. Het was de eerste servertour van 2013. Hartelijk bedankt voor het kijken. Vergeet niet op ons te subscriben. Vergeet deze video niet te delen met je vrienden. Vergeet deze video niet in favorieten te stoppen. Of laat een leuke reactie achter. Van wat je van deze video vond. En wat je van de servertour vond. En binnenkort. En we zijn er volgende week gewoon weer. Bij u met de volgende servertour. Tot volgende week. Doei.